Ja, de gadget van deze maand is de Harman Kardon Drive & Play. Nou, al jaren rijd ik met een iPod in de auto via het draadloos systeem, via een FM-tunertje. Dat is handig en een leaseauto helemaal makkelijk, want je hoeft niks ergens in te bouwen. En bij het inruilen van de auto kan je alles weer eruit halen. Maar ik wilde gewoon nu gewoon veilig en super geluid. En hoe doe ik dat? Ik wil hem ingebouwd hebben. In de lijst gekeken en uiteindelijk een auto gevonden die dat zou kunnen. Nou, de C4 Picasso beloofde het allemaal, maar het was niet waar. Het werkt gewoon niet. Ik beschrijf verder in deze pagina van de Gadget Man van deze maand hoe dat niet werkt en hoe je daar wat trucken bij kan doen, maar het is gewoon een ramp. Gelukkig heb ik de Harman Kardon Drive & Play gevonden en nu versie 2. Die heeft ook album art en een kleuren scherm. Het komt in een doos met allerlei aansluitingen, eigenlijk veel te veel. Er zit een aansluiting voor draadloos, hè, dus zoals die andere systemen werken, maar ook via de antenne-ingang, via de radio. Dan krijg je via RDS ook de titelinformatie mee. Maar je zou het ook kunnen doen rechtstreeks met auxiliary. En dat is wat ik wilde. En rechtstreeks met een knopje wat erbij geleverd wordt, alle muziek bedienen. Er zit zelfs een Bluetooth set bij. In mijn geval niet nodig, want die auto heeft een standaard ingebouwde telefoon. De Harman Kardon heb ik ingebouwd, in laten bouwen door de garage. En wat krijg je dan hierboven? Ziet u het? Een displaytje in de auto. En een losse knop. Die knop heb ik met een klittenbandje vastgemaakt. Die kan je gewoon los in de auto laten liggen en bij gebruik even weer opzetten. Draaischijfje, knopjes, de bediening is gewoon perfect. De Harman Kardon Drive & Play is een echte aanrader voor iedereen die een fabrieksradio erin heeft om dan toch een iPod goed aan te sluiten. En nog een extra tip voor deze maand. De nieuwe iPods, ja, die geven een raar signaal bij al deze extra apparaten. Die zeggen van, hé, ik ken deze niet. En daar heeft Scotchy, en daar heb ik ook een afbeelding voor bij genomen, een adaptertje gemaakt. En die adapter op een iPod Touch geeft gewoon ook het resultaat dat de Harman Kardon het ding als een oude iPod herkent en laat en alles werkt gewoon perfect. Album art, laden, gewoon een super oplossing. En de Scotchy, dat is een echte aanrader om er gewoon los bij te nemen. Tip van deze maand.